In de zomer gaan we, ik geloof, naar de 22.000 bewoners of inwoners dan, met alle toeristen. En in de wintermaanden dan, ja, dan is het tussen de 1200 en 1500. Dus dat is wel een heel groot verschil. Ja, ja. Ik begin om 5:30 en dan ben ik eigenlijk zo druk dat ik vergeet te ontbijten. Dus meestal om 10:00 dan wordt het rustig en denk ik, oh ja, broodje. We hebben ook wel heel veel toeristen die hier een staakcaravan hebben, die dus ook in de wintermaanden nog wel komen. Maar in de zomermaanden, ja, dan ontploft Hoenderloo. Zonder toeristen dan had hier misschien hooguit de helft van de winkel gestaan, als die er had gestaan. Want van 1500 inwoners kun je geen supermarkt draaien. Dat is gewoon te weinig. En ja, we liggen eigenlijk een beetje op een eiland, dat we ook niet mensen van buitenaf hierheen komen om boodschappen te doen. Dus wij zijn heel erg blij met de toeristen. Ja, 12,5 jaar geleden zijn mijn man en ik samen de supermarkt begonnen hier. En nog steeds met veel plezier. Nu heb ik geen vakantiegevoel, moet ik heel eerlijk zeggen. Voor ons is in oktober weer het vakantiegevoel. Dus nee, nu, wat ik wel heel leuk vind, is dat de mensen allemaal heel gezellig zijn. Ze hebben allemaal vakantie. En de eerste 2 dagen van de vakantie komen ze binnen en hebben ze allemaal haast, haast, haast. En dan zeg je goedemorgen en dan, oh, goedemorgen. En na 2 dagen, dan zie je dat ze relaxed worden. En dat ze binnenkomen, zelf goedemorgen zeggen. En dat is ook wel heel erg leuk. Je ziet de toerist ook echt gewoon ontstressen. In de zomermaanden dan hebben we lekker gekoelde wijntjes voor de mensen die geen koelkast hebben. En dat, ja, dat hebben we in de wintermaanden niet liggen. En dan hebben we lekkere verse yoghurtjes voor de toeristen. En natuurlijk ook voor de bewoners. Maar in de wintermaanden hebben we deze bak hier niet staan, want dan verkopen we er zo weinig. En ja, dan hebben we lekkere kaasjes voor de toeristen. Dus we hebben wel wat extra assortiment. Alleen we proberen ook in de winter wel het assortiment volledig te houden voor de mensen uit Hoenderloo. In de zomermaanden brengt Ingrid iedere ochtend vers afgebakken broodjes naar een vakantiepark, waar ze een tweede mini-supermarkt hebben geopend. Goedemorgen. Wat heel hard gaat. De broodjes natuurlijk. Maar ook inderdaad een eitje bij het ontbijt of 's avonds wat lekkers te snacken bij de borrel. En dat merk je dat dat hier gewoon heel goed loopt. Ja, ja. En natuurlijk de vergeten dingen, de tandenborstel, de tandpasta en toiletpapier. Ik ben er weer. Kijk eens, je autosleutels. Ja, alsjeblieft. Vol is vol. Hè? Alle slaapplaatsen, alle bedden bezet zijn, dan houdt het op. Maar dat is lang niet elk jaar. En wat mij betreft, dan mogen er veel meer toeristen komen. En ook dagjesmensen die hier van onze mooie borsten kunnen genieten. Dus wat mij betreft, nooit genoeg toerisme. 265. Ik vind niet dat de campings en dergelijke moeten gaan uitbreiden verder. Dat is niet nodig. Maar ja, ik vind gewoon hoe meer toeristen, hoe beter het voor onze omzet is.